Heb je toch? Ja, slaap jij? Slaapkop. Yo mensen, welkom bij de nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. En op deze woensdag is het vandaag Koningsdag. Ja, Koningsdag. Hè? En dan gaan mensen... Ik trek ondertussen broek aan zo. Dan gaan mensen lekker dingen verkopen. Hè? Dat is Koningsdag. Dan gaan ze vieren dat er een koning is. Toch? Nee. Dit is trouwens een baddoek die ik heb gekregen van Vanix. We hebben een eigen baddoek. Baddoek. Dankjewel, Vanix. Maar goed, wat doe je dan op zo'n dag? Ik heb de hele dag thuis gezeten. In mijn bed gelegen. Slapen. En dat soort dingen. Dus ja, ik heb niet echt de tijd gehad om naar buiten te gaan. Of om iets te gaan halen of zo. Of iets te vinden. Maar ik wil wel een fiets hebben. Ik ben op zoek naar een fiets. En een megafoon. En een Gamecube. En dat wilde ik eigenlijk vandaag halen, maar ja, ik heb geen zin, weet je. En plus ook, als je wat wil kopen op Koningsdag, of ja, hiervoor heette het Koningendag, dan is het beste om te gaan heel vroeg in de ochtend rond 6 uur, of aan het einde van de dag. Dus rond 4 uur, half 5, weet je, wanneer iedereen moet opruimen en zo, weet je. Want dan gaan mensen het heel goedkoop wegdoen, want ze hebben het geen zin meer om mee te nemen. Of ze geven het soms zelfs gratis weg. Ook een hele goede tip voor Koningsdag, weet je, als je zelf gaat verkopen. Ik geef nu tips, terwijl wanneer jullie dit zien is Koningsdag al voorbij. Dus dan heb je eigenlijk niks aan mijn tips. Maar ik geef het alvast, je weet toch, voor volgend jaar dan heb je het alvast. Kan je ze gebruiken. Ik zal je niet strijken als je het gebruikt. Maar als ik spullen zou verkopen, dan zou ik... Wanneer ik bijvoorbeeld iets heb en ik wil dat verkopen voor een euro, dan zou ik ten eerste 2 euro vragen. Zodat diegene dan gaat afdingen en zegt hij van, weet je wat, een euro. En dan zeg jij, weet je wat, voor 1,50 mag je het meenemen. En dan ja, dan heb je het verkocht voor 1,50. En dan heb je 50 cent winst. Zakelijk! Zien jullie dat links achter mij? Dat is mijn rommelhoek. Daar gooi ik al mijn rommel. En dat is meestal mijn kleren. Dus die moet eigenlijk allemaal... schoongemaakt worden en zo. Maar ik ben lui! Maar goed mensen, ik heb vandaag niet echt iets voor Koningsdag gedaan of iets. Omdat het ook slecht weer was en ik had ook geen zin om te gaan lopen in regen. Spullen zoeken of iets, weet je. Want ik wilde wel graag een fiets hebben, een megafoon. Het zou wel tof zijn als ik dat kon fixen, maar ja. Wat gaat, dat gaat. En wat niet gaat, dat gaat niet, hè. Dat zei een keer een wijs man ergens in een heel verre land. Nee. Ik ga nu in ieder geval mee met broeder van een andere moeder. Gezellig weer hem joinen, hè. Gezellig. Weet je, hem ook een beetje vergezellen. Want hij is altijd iemand die altijd met mij meegaat, weet je, naar dingen zoals Mehmet op pad en zo. Dus het is ook wel leuk en tof als ik meega met hem. Alleen is die gozer altijd zo haastig, weet je. En dan moet ik altijd opschieten, heb ik geen zin in. Wanneer Koningsdag voorbij is, dan pas begint het zonnetje te schijnen, mensen. Kijk hoe mooi het zonnetje schijnt. Wauw. Pas wanneer het voorbij is. Mensen moeten rond 4 uur, half 5 opruimen. Het is nu 4:30. Mensen moeten allemaal opruimen. We hebben de hele dag in de regen gestaan. Maar ja, wat doe je eraan? Oh, een meisje. Zwaaien. Hoe jullie het mensen? Die Koningsdag gevoelens die zitten er nog in hoor. Ja, die mensen gaan vanavond echt los. Wat is een Koningsdag? Zonder kaasblokjes. Ja, mensen. Kaasblokjes moeten ook gegeten worden. En ik heb lekkere bananenmelk. Hebben ze toch koud water? Heb je toch? Ja, ja. Huh? Als je hebt. Super service van de Albert Heijn in Scheveningen. Ze zochten koud water, want er geld gooit in die automaat. Alleen die automaat deed het niet. Maar ja, er stond ook niks op van deze automaat doet het niet. Als je je geld hierin gooit, dan ben je geld kwijt. Dat stond er niet, maar goed. Bismillah. Lekker hoor. Ik kan zo'n hele zak wegwerken. Shafiti fi al-aliyan, wa al-aliyan, ya rukya al-aliyan.
Ze hebben Instagram helemaal veranderd. Instagram heeft nu een hele andere uiterlijk. Kijk, Tuzani. Denk iemand die met Koningsdag met deden. Ach, ze meer. Maar ja, ze hebben Instagram dus helemaal een andere uiterlijk gegeven. Van de oude uiterlijk beter. Of hebben ze dat alleen gedaan voor Koningsdag? Uren die vliegen, de jaren die liegen. Ze zeggen doe rustig aan. Er is tijd genoeg. Zien jullie niet dat ik jullie zo lief heb? Wat heb jij gedaan, bedoel je? Ik ben alleen geslapen, Samir. Je hebt alleen geslapen vandaag, hè? Nee. Wat was met broeder van andere moeder? En niet de hele dag, hoor. Ja, voor de rest alleen maar thuis scheetjes gelaten. Wat dan? Samir, de eende doder. Hij heeft twee eendjes doodgereden. Bijna. Mijn remmen kapot gemaakt van die twee eentjes. Kijk hoe aardig ik ben, hè. Echt een dierenvelder. De Partij van de Dieren zullen blij zijn met je. Altijd als ik rij op snelweg, weet je hoeveel dode vogels ik langs de weg zie, neef? Weet je hoeveel dode eenden ik zie? Maar dit is serieus, nee, ik zie ze langs de weg liggen. Ik heb ze niet doodgereden. Ik zou gaan, maar regen, neef. Oh ja, je ziet het. Tanktop. Oh, Sammy wilde door rood rijden, hè? Ja, hebben we alles op beeld, hoor. Marokkaan. Oh, moet hij weer racen. Je wordt smiddags wakker en je zit meteen te denken dat je niet in jouw eigen fucking auto kan tanken. Je flipt hem helemaal uit, je kan geen jointje meer kopen. Wat die steekje moet jij nu pakken? Je brandt alles op, je kan geen jointje meer kopen. Dan ben je echt een rapper. Met hem moet je proberen opnemen. Moet ik met hem en met op pad opnemen? Views, minimaal miljoen. Echt? Mag je erop laten? Minimaal miljoen met Mono Rich. Echt een rapper, jongen. Zo. Zo, dat zijn toch wat uitspraken, hoor, Samir. Ja, dat is echt zo. Ik ga de eerlijkheidstest doen, mensen. Ik had deze blikje nog in mijn auto. Ik ga hem hier laten. En ik ga even naar de winkel, naar de avondwinkel. En teruglopen. Oké, let's see, mensen. Terug van de avondwinkel. Kijk eens. En het blikje is er gewoon nog steeds. Ik ben echt moe, mensen. Echt moe. Dus als zometeen het eerstvolgende shot is dat ik net wakker ben, vergeef het me dan, mensen. Vergeef het me. Ik ben net wakker. Ik zei, vergeef het me, dus vergeef het me. Nou, het is niet zo heel erg, joh. Maar, ja, mensen. Koningsdag is toch niet echt iets geworden. Ik ben niet eens naar de kermis geweest. Ben niet langsgelopen bij kraampjes en dat soort dingen. Puur vanwege het weer. Het weer is gewoon super slecht. En het weer is nog steeds super slecht. Dus ja, wat ga je eraan doen? Wat ik nog met jullie even wil bespreken. Is, jullie zullen het misschien wel meegekregen hebben in het nieuws of et cetera. Er is een vrouw die woont, als het goed is, in Nederland. Maar die was, als het goed is, op vakantie naar Turkije of iets. De vrouw heet Ebru Umar. Ebru Umar is een vrouw met bepaalde uitspraken waarmee ik en laten we zeggen bijna heel Nederland het niet mee eens is. Het is een vrouw die een keer in het verleden een traumatische ervaring heeft meegemaakt. Hetzelfde geldt ook voor Geert Wilders. Die heeft een keer in het verleden een bepaalde traumatische ervaring meegemaakt. En sindsdien is haar kijk op de wereld helemaal troebel. Niet helder. Weet je... Zij is zo iemand die zegt, wanneer zij iemand ziet, als ik geef even een voorbeeld, hè. Dus ik zie een donkere persoon die steelt uit de winkel, en zij is iemand die zegt, alle donkere personen die stelen uit winkels. Zo'n persoon ben jij, Ebru, als jij kijkt. Nu is zij laatst gearresteerd in Turkije vanwege een tweet die zij had over Erdogan. Nou, Turkije, dat is een ander land, weet je, andere regels, andere... Gewoon heel anders. De regels die gelden daar niet hetzelfde als hier. Als je dat zou zeggen over de koning, zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. Alhoewel dat volgens mij wel strafbaar is. Als je iets heel slecht zegt over de koning. Dat weet ik niet precies, maar volgens mij is dat wel zo. In ieder geval, er wordt vaker dingen gezegd over Erdogan, weet je. Er was een Duitse comedian
die ook dingen zei over Erdogan. En nu heeft zij wat getweet over hem. Toen was de politie bij haar deur geweest. Hebben ze haar meegenomen, moest ze een nachtje in de cel slapen. En nu mag ze van de rechter het land niet meer uit. Ik weet of dat op dit moment nog steeds zo is. Maar ja, weet je, dat is toch zoiets. Waarom zou je, ja... Ik weet niet wat je daarmee aan moet, weet je. Ik zie het voorbij komen in het nieuws en ik wil graag je actualiteiten bespreken in de vlogs. Maar ja, dit soort dingen... Als je je niet houdt aan de regels van een ander land... Ja, maar we moeten kunnen zeggen... Nee hoor, waarom? Waarom zou je lekker mogen beledigen over alles en iedereen? Ja, strafbaar. Als ik een politieagent beledig op straat... Dan heet dat een belediging van een ambtenaar in functie. Beledig jij een staatshoofd, een premier van een land... Dan zal er vast ook wel een regel voor zijn of een wet. Belediging van een parlementariër of een belediging van een... Weet ik veel... Premier, dat is, ik vind dat zelfs nog erger dan een politieagent, weet je? En ik snap dan niet waarom mensen het raar vinden dat andere mensen daar gestraft op worden. Kijk, moeten ze daarvoor in de gevangenis zitten? Ja, dat hoeft ook weer niet, weet je? Dat vind ik weer overdreven. Maar het ligt echt aan wat voor context het was en hoe, et cetera. Want tweeten, dat gaat heel makkelijk, hè? Tweeten, je tweet zo wat uit. Je bent even boos, je tweet even pap, 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 pap. Weet je, maar... Jij tweet het. Je hebt er toch over nagedacht toen jij ging tweeten. Je kan moeilijk zeggen, ja, het ging per ongeluk of sorry, ik zal het niet meer doen. Nee, er moet wel iets gebeuren dan, weet je. Zodat jij het echt niet nog een keer gaat doen. Want dat zijn toch de regels. Ja, moet je aanhouden. Maar ja, moet je niet gaan klagen dat je dan wordt vastgezet en dat je niet Turkije uit mag. Ik zou liever nu in Turkije willen zitten dan in Nederland. Met het slechte weer hier in Nederland. Ja, laat mij maar vastzitten in Marokko. Ja, niet in de gevangenis. Nee. Gewoon... Vrij om te bewegen, alleen mag het land niet uit. Oeh, ik mag het land niet uit. Jammer. Jammer. En het werk wat je toch al doet, Ebru, ja, dat kan je vanaf daar ook doen. Ze schrijven als goed is columns. Hele misselijkmakende columns. Als ik die columns lees, ik wil ze niet eens lezen. Ik heb volgens mij 3-4 gelezen en ik heb er hoofdpijn daarna van gekregen. Gewoon echt van wow. Ebru, Ebru. Ebrutje, Ebrutje, Ebrutje. Waar is de paracetamol, Ebru? Ik vind dat ze standaard, wanneer zeg maar, zo'n artikel is, dat ze dan aan de achterzijde een paracetamol moet plakken. Kun je eraf halen, inslikken en weg is je hoofdpijn. Nou, dat zal niet zo snel gaan. Maar goed, Ebru, jij zit nog even lekker in Turkije. Geniet van het weer, zou ik zeggen. En ga niet meer stoute dingen tweeten of iets waarmee je gewoon in de problemen komt. Tip die ik jou wil meegeven. En kom eigenlijk, ja, vertoon jezelf niet meer in de media of iets. Dat zou wel veel beter zijn voor de mensheid. Ja, jij brengt alleen maar negativiteit naar boven, Ebru. Sorry. Maar goed, Ebru. Dit is het einde van de vlog, Ebru. Als je kijkt, Ebru, ik zal jou wel in de titel zetten, dan ga je misschien wel drukken, Ebru. Sorry, normale kijkers die kijken. Ik vind het een beetje leuk om toch een beetje uit te dagen. Maar goed, mensen. Ik hoop niet dat er volgende dag politie aan mijn deur staat. Ja, het zal niet iets zijn wat nooit is gebeurd, maar... Dat is een ander verhaal. In ieder geval, ik wil jullie sowieso bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reacties achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Wanneer... Oh ja, want zoals jullie weten... Ik vergat het zelf. Zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw! Laat het vliegen voorbij. Ik kan niet kijken van de zijkant. Soms raak je even iemand kwijt. Maar ik heb nergens spijt van. Maar wie staat er aan je zij? En wie vecht er met je mee tot het eind dan? Laat het vliegen voorbij. We vechten tegen de klok, het is een strijd man.